je beter in schrijven? Nou, dat is eigenlijk vooral door het heel veel te doen. Dus ik begon met heel veel proza te schrijven en poëzie. En ik stuurde dat op naar tijdschriften. Je hebt veel literaire tijdschriften, zoals de Revisor, Terras. Die kun je allemaal op internet vinden. En schrijfwedstrijden. En daar stuurde ik alles naartoe. En dat was van doodeng, maar ik deed het wel. En daar kreeg je dan feedback op. En daar leerde ik heel veel van. Kijk, wat fijn is als je dingen ontdekt die je heel mooi vindt. Bijvoorbeeld ik las dus Anne Enquist en Leo Vrooman en Herman de Koning. En toen dacht ik, ah, maar zo wil ik ook kunnen schrijven. Als je zo'n voorbeeld hebt, is dat heel fijn om te weten van, oh, maar dit is wat ik mooi vind. En zo kun je dus iets vertellen. En dat je dan vervolgens zelf gaat zitten en aan de slag gaat. Ik heb dus vanaf kinds af aan heel veel gelezen. Dat begon bij Roald Dahl, bij Harry Potter. Bij Harry Potter had ik bijvoorbeeld het idee van, oh, maar ik wil ook verhalen schrijven over heksen en over tovenarij. En dus ik ging het niet nadoen, maar ik nam die wereld wel mee. En ik weet dat ik op de schrijfvakschool zat en dat ik toen een opdracht kreeg van, imiteer een schrijver die je goed vindt. En ik heb toen Jan Wolkers geïmiteerd. Het begint bij kijken. Dus wat vind je aan dat verhaal van die schrijver zo goed en zo mooi? En hoe kun je dat dan zelf ook doen? En vanuit daar, uiteindelijk ga je naar je eigen wereld toe. Maar het is een oefening om de techniek ook een beetje in de vingers te krijgen. Ik heb een gedicht dat ik een aantal jaren geleden van iemand kreeg. Dat was een gedicht van Herman de Koning. En ik las dat en ik dacht, wow, dit is zo mooi. Omdat alles van het leven erin staat. En ik ga het even voorlezen, dan kun je het ook horen. Oh, ik weet het niet, maar besta, wees mooi. Zeg, kijk, een vogel, alleen maar de vogel zien. Zeg, het leven is een brood om in te bijten en de appels zien rood van plezier. En nog, zeg iets. Leer me huilen en als ik huil, leer me zeggen, het is niets. Het is een heel toegankelijk gedicht. Het is een troostrijk gedicht. En dat vind ik, toen ik dat las, dacht ik, ja, ik begrijp alles wat er staat en ik voel het ook. Ik schreef altijd heel, ook soms best wel ingewikkeld. En toen las ik Herman de Koning, dacht ik, oh, maar je kan ook heel veel zeggen door het iets beter of makkelijker te verwoorden. Dus eigenlijk die zorgvuldigheid ook dus terug te laten komen. En dus met weinig woorden kun je heel veel zeggen. Het zit al in het begin. Dus, oh, ik weet het niet, maar besta, wees mooi. Dat is al zo'n begin van, oké, je voelt het meteen, je weet wat er wordt bedoeld. En het raakt, terwijl het zo eenvoudig is. Dus niet alles hoeft heel ingewikkeld te zijn. Het gaat erom dat wat je zegt, dat kloppend is. En dat hoeft geen hele grote moeilijke woorden te zijn, maar dat het dicht bij jezelf is. Nou, alles wat ik meemaak, of wat ik in het leven zie, of wat ik voel, of, dat komt eigenlijk allemaal terug in mijn werk. Dat is mijn manier om te gaan met wat er gebeurt en om dat dus om te zetten in woorden en dat op die manier een soort van te verwerken. Taal kan ook, kan dus een manier zijn om te verwerken, maar kan ook een soort uitvlucht zijn. Je kan ontsnappen aan de wereld door bijvoorbeeld in een verhaal te verdwijnen of in een gedicht. Ik merk bijvoorbeeld als ik op een dag iets mee heb gemaakt, dat het dan ook meteen in een gedicht terugkomt. En dat het me daardoor leert hoe ik om moet gaan met de buitenwereld. Want ik vind het heel makkelijk om in taal te leven, maar in de echte wereld is veel lastiger. En dat kan ik veel beter als ik het dus opschrijf. Maar de echte wereld vraagt best veel van je. Je vraagt om hoe verhoud je je tot de ander, hoe doe je dat sociaal. En in mijn boeken kan ik zelf alles creëren, kan ik de wereld vormgeven. Er gebeurt er nooit iets zomaar onverwachts, want ik heb het zelf bedacht. En dat is natuurlijk in het leven is dat niet zo. Ik bedoel, er kan van alles op je pad komen en je kunt niet alles voorzien. Ik zit liever in mijn hoofd. Wat ik heerlijk vind en wat ik een beetje zo is ontstaan in mijn hoofd, is dat ik een publiekje heb. En dat is een heel leuk publiekje. Dat is heel vrolijk en heel lief. En dat applaudisseert eigenlijk als ik een goede zin heb geschreven of als een gedicht af is. Dan is dat publiek heel blij.
En die vindt het dan fantastisch. En eigenlijk kan ik dat iedereen aanraden om zo'n publiek in het hoofd te hebben. In plaats van een publiek dat alles afstraft en negatief is. Maar juist een publiek dat motiveert. En dat je denkt van, oh, ik moet doorgaan met dit. En niet te snel afstraffen waar je mee bezig bent. En wat je aan het schrijven bent. En dat is best moeilijk. En dat begint erbij dat je, als je iets negatiefs denkt, dat je daarna dat je het omkeert naar iets positiefs. Ja, en zo'n publiekje, ik weet niet hoe je daaraan komt. Het is nergens te koop. Maar ik denk wel dat je het, dat als je dat zo verbeeldt. En als je dat vaak doet, zo'n publiek ook traint, dat het voor je applaudisseert. Dat is heel leuk. Naast zo'n publiek zit natuurlijk ook een soort redacteur of iemand. Dus iemand die bekijkt wat je schrijft en daar kritisch op reageert. En dat is niet iets wat je uit kunt leggen, maar het is meer iets wat je voelt. Dat als je iets leest, dat je denkt van, wat er nu staat, klopt. En soms moet je daar heel lang over doen. Het is ook dus heel veel leren en heel veel lezen. En aan de hand daarvan kun je soms voelen van, oh, dit klopt.